Goedemorgen allemaal, welkom bij dit videomoment. Deze weken willen we als gemeente aandacht besteden aan het gebed. En we doen dat vanaf hemelvaart tot met Pinksteren. Zoals de leerlingen van Jezus destijds dat ook hebben gedaan, de extra tijd te nemen om te bidden. In deze periode wil ik in de drie videoboodschappen ook aandacht besteden aan het gebed. Op Hemelvaartsdag hebben we samen gekeken naar de kracht van het gebed. Vandaag kijken we naar de volharding in het gebed. En met Pinksteren willen we letten op de verhoring op het gebed. Vandaag gaan we samen nadenken dus over de volharding in het gebed. En in de Bijbel zelf wordt er veel aandacht aan besteed om te blijven bidden. Ik vond er ook een aantal teksten over die volharding in het gebed, waarvan ik denk dat het mooi is om daar vandaag mee te beginnen. Ik denk aan Jacobus 2, vers 4, waar gezegd wordt: u hebt niets omdat u niet bidt. In deze woorden zit een dringende uitnodiging om toch tijd te nemen voor het gebed, omdat het zo belangrijk is. Maar ik denk ook aan een voorbeeld van volhardend gebed uit Lucas 18, waar we lezen over de genezing van Bartimeus, die blijft bidden en blijft smeken, ook als anderen tegen hem zeggen: nou is het wel genoeg geweest. Er staat daar namelijk: hij riep en zei: Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. En vervolgens bestraft een aantal mensen hem, maar hij geeft het niet op. Hij schreeuwde des te meer: zoon van David, heb medelijden met mij. En Jezus zei tot hem: word ziende, uw geloof heeft u behouden. Nou, wat een prachtige aanmoediging, ook voor ons, denk ik, om te blijven bidden. We gaan met elkaar een gedeelte uit Handelingen lezen. En het is denk ik goed om eerst met elkaar ook te bidden om de hulp van God erbij. Zullen we samen bidden? Vader in de hemel, wij danken u voor deze dagen. Nu we met elkaar vanuit onze gemeente en ook op allerlei andere plekken samen mogen bidden. We zijn erover verwonderd dat u het contact met ons hebt gezocht. En dat u niets liever wilt dan dat ook wij het contact met u zoeken. U hebt in uw Zoon Jezus Christus het uiterste gedaan. En wij danken u dat we dankzij het offer dat Jezus bracht altijd tot u mogen gaan met alle dingen van ons leven. En wij bidden u, help ons met uw Heilige Geest om de Bijbel te lezen, te begrijpen en toe te passen in ons eigen leven. Dat bidden we u om Jezus wil. Amen. We gaan samen lezen Handelingen 12, vers 1 tot met 19. Handelingen 12 vanaf vers 1. Omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente om hen kwaad te doen. En hij doodde Jacobus, de broer van Johannes, met het zwaard. En toen hij zag dat het de Joden wel gevallig was, ging hij verder door ook Petrus te grijpen. Het waren de dagen van de ongezuurde broden. En toen hij ook die gegrepen had, zette hij hem in de gevangenis en gaf hem over aan vier wachten, elk bestaande uit vier soldaten, om hem te bewaken, omdat hij hem na het Pascha wilde voorleiden aan het volk. Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt, maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. Toen Herodes hem zou voorleiden, sliep Petrus die nacht tussen twee soldaten, geboeid met twee ketenen, en de bewakers voor de deur bewaakten de gevangenis. En zie, er stond een engel van de Heere en er scheen een licht in het vertrek. En door Petrus in de zij te porren, wekte hij hem en zei: sta snel op. En zijn ketenen vielen van zijn handen af. En de engel zei tegen hem: doe uw gordel om en bind uw sandalen aan. En hij deed dat. En hij zei tegen hem: sla uw bovenkleed om en volg mij. En hij ging naar buiten en volgde hem. En hij wist niet dat het werkelijkheid was wat er door de engel plaatsvond, maar hij dacht dat hij een visioen zag. En toen zij langs de eerste en tweede wacht gegaan waren, kwamen zij bij de ijzeren poort die naar de stad leidt.
die ging vanzelf voor hen open. En toen zij naar buiten gegaan waren, liepen zij één straat verder en meteen ging de engel van hen weg. En toen Petrus tot zichzelf gekomen was, zei hij, nu weet ik werkelijk dat de Heere zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit alles wat het Joodse volk verwachtte. En toen dit tot hem doorgedrongen was, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die ook Marcus genoemd werd, waar velen bijeen waren en baden. Toen Petrus aan de deur van de poort klopte, ging er een dienstmeisje naartoe om te luisteren, van wie de naam Rodé was. En toen zij de stem van Petrus herkende, deed ze van blijdschap de poort niet open, maar rende naar binnen en berichtte dat Petrus voor de poort stond. En zij zeiden tegen haar, u bent buiten zinnen, maar ze hield vol dat het zo was. En ze zeiden, het is zijn engel. Maar Petrus bleef kloppen en toen ze open gedaan hadden, zagen ze hem en waren buiten zichzelf. En hij gebaarde hun met de hand dat ze zwijgen moesten. En hij vertelde hun hoe de Heere hem uit de gevangenis geleid had. En zei, vertel dit aan Jacobus en de broeders. En hij ging naar buiten en reisde naar een andere plaats. Toen het dag was geworden, was er geen geringe opschudding onder de soldaten over wat er met Petrus gebeurd kon zijn. En nadat Herodes hem gezocht, maar niet gevonden had, ondervroeg hij de bewakers en gaf bevel hen weg te leiden. En hij vertrok van Judea naar Caesarea en bleef daar. We gaan met elkaar over dit gedeelte nadenken en in dit gedeelte gaat het over de volharding in het gebed. Hebt u deze poster in Maastricht ook gezien? Of misschien ook wel op andere plekken? Zo komt je spiegelbeeld geloof ik, dus ik moet hem ook even zo houden, denk ik. Hal Pin staat er op deze poster. En dat is Maastrichts voor houd vol. Geef het niet op. En je kunt het op allerlei plekken vinden. Er zijn zelfs t-shirts gemaakt met deze opdruk. En het is eigenlijk ook wel heel interessant om na te gaan waar deze uitdrukking vandaan komt. Maastricht is namelijk een vestingstad geweest. En op allerlei plekken in de stad waren soldaten gelegerd en waren ook kanonnen te vinden. En die kanonnen werden natuurlijk gebruikt ter verdediging van de stad. Dus als de stad werd aangevallen, dan waren alle soldaten paraat, in de hoogste staat van paraatheid gebracht om de stad te verdedigen. Maar als de vijand nou te sterk was, ja, dan wilde je natuurlijk liever niet dat die kanonnen in de handen van de vijand zouden vallen. En daarom waren ze erop voorbereid om de kanonnen onklaar te maken. Hoe deden ze dat dan? Nou, ze stopten dan in het gat waar de lont in zat, dan een pin en maakten dat dicht, zodat de kanonnen niet gebruikt konden worden. Nou, de commandant wachtte natuurlijk tot het allerlaatst met zo'n actie. En pas als de kans op een overwinning verkeken was, dan moest die pin erin. Dus hou pin betekent houd vol. Wacht nog eventjes, houd vol. Laten we tot het uiterste alles doen. Nou, nu die coronacrisis zo lang duurt, is dat ook de boodschap. Houd vol. Laten we ons nog even houden aan alle maatregelen die we met elkaar hebben afgesproken, want dat is uiteindelijk belangrijk. Hou in. Precies hetzelfde zou ik ook willen zeggen met betrekking tot het bidden. Houd vol. Blijf dat contact zoeken met je Vader in de hemel, want dat is belangrijk. En je mag ook weten dat er in de hemel naar je geluisterd wordt en dat er ook actie wordt ondernomen op onze gebeden. Heel duidelijk wordt dat wel in de geschiedenis die we vandaag uit de Bijbel hebben gelezen in Handelingen 12. Jezus had namelijk beloofd dat het evangelie, het goede nieuws over zijn komst,
tot aan de einde der wereld zou komen. Van Jeruzalem naar Judea, Samaria, tot aan de einde van de wereld. Overal zou het evangelie te horen zijn. En je mag weten dat het werk van God doorgaat. Net zoals wanneer je een steentje in een vijver gooit, dan ontstaan er golven en ook al liggen er misschien wat takjes of wat bladeren in het water. Die golven gaan door net zo lang totdat die golven bij de oever zijn. Nou, dat is wat je in dit hoofdstuk, Handelingen 12, vers 24, ook kunt lezen. Daar staat, het woord van God verbreidde zich en nam toe. Het ging maar door en door. Het was door niets en niemand tegen te houden. Of toch? Want als we kijken naar wat er met Petrus gebeurt, en dan lezen we dit gedeelte hoe Petrus gevangen wordt genomen, vervolgens vrijkomt en tenslotte ook weer actief is. Opeens kom je, als we het hebben over de gevangenneming van Petrus, opeens komen hier de naam van Herodes, koning Herodes, tegen. Dat was niet dezelfde koning als in de tijd dat Jezus geboren werd, maar een kleinzoon van koning Herodes de Groot. Maar hij had wel dezelfde streek. Het zat wel in de genen, zou je kunnen zeggen. Hij had er voor alles voor over om de gunst van de Joodse bevolking te kunnen krijgen. Hij wilde eigenlijk een vriend van hen zijn. En hij had zich zelfs aangesloten bij de Farizeeërs, een belangrijke stroming in de Joden van die tijd, die het heel serieus namen met de wetten van God. En dat was de reden dat hij christenen vervolgde, gevangen nam. En dat hij het ze lastig maakte. En je kunt aan het begin van het hoofdstuk lezen dat hij degene is die er ook voor zorgde dat Jacobus gedood werd. Zou Petrus de volgende zijn? Volgende slachtoffer van de acties van koning Herodes? Op het moment dat Petrus gevangen wordt genomen, is het paasfeest. Dan kan een rechtszaak niet gehouden worden en executies mogen ook niet plaatsvinden. Maar dat hij Petrus al in de gevangenis laat zetten, dat zal vast en zeker instemming krijgen van de Joodse bevolking in die tijd. Duizenden mensen waren er bij het paasfeest in Jeruzalem en het zou hem vast en zeker populair maken bij al deze pelgrims. Voor Petrus is de situatie eigenlijk uitzichtsloos. Hij wordt streng bewaakt en er gaan dagen voorbij zonder dat er wat gebeurt. En je vraagt je af, moet hij hetzelfde lot ondergaan als Jacobus? Petrus zal straks misschien niet meer het goede nieuws over Jezus' komst kunnen vertellen. Soms lijkt het erop dat Gods werk niet verder komt en niet verder kan gaan. Nog één nacht en dan is het met Petrus gedaan. Eigenlijk is het heel merkwaardig als je dit gedeelte leest, dat je ziet dat er zoveel bewaking is voor Petrus. Vier groepen soldaten van ieder vier groepen met ieder vier soldaten. Is dat niet een beetje overdreven voor één persoon die vastgehouden moet worden en bewaakt moet worden? Elke 3 uur is er een aflossing. Nou, je kunt wel zeggen dat Herodes niets aan het toeval heeft overgelaten. Maar waarom? Waarom zoveel bewakers? Is Herodes misschien diep van binnen toch onzeker over de afloop? Moet hij misschien toch nog denken aan het graf van Jezus, wat op een gegeven moment ook leeg was? Of herinnerde hij zich de bevrijding van Petrus eerder door een engel, zoals je dat kan lezen in Handelingen 5? In ieder geval is wel duidelijk dat hij bang is voor wat er zou kunnen gebeuren. Bang voor God en zijn interventie, hemelse interventie. En toch, alles lijkt wel duidelijk. Het lijkt onmogelijk dat Petrus hier nog zal kunnen ontkomen. Maar dan, en dan komen wij twee. Een dag voor de terechtstelling. Een paar uur die Petrus toch maar scheiden van de actie van de beul. En opeens is er iemand die hem aan zijn schouder schudt. Het is een engel.
En die engel zegt tegen hem, sta op Petrus, meekomen jij, kom. En door het licht dat die engel meeneemt, verandert de nacht in een dag. Het wordt opeens licht in de duisternis. Waar God werkt, wordt alles anders. En dit is er een duidelijk teken van. En je leest dat die engel hem nog een por in zijn zij moet geven om hem echt goed wakker te krijgen. En half slaapdronken, denk ik, waggelt Petrus nog achter de engel aan. En hij is nog nauwelijks bij zijn positieve. Wat hier gebeurt, dat is toch onmogelijk. Met zijn rechterhand zat hij vast aan de bewakers. En met zijn linkerhand zat hij in de boeien. En voor de deur stonden ook nog eens twee bewakers. Hij kon eigenlijk niets ondernemen. Maar de deuren gaan open. En luttere seconden later staat hij buiten in de koude nacht. En dringt het tot hem door. Ik ben vrij. Zonder angst was hij gaan slapen. Vertrouwend op God. Zou hij door zijn hemelse vader worden thuisgehaald? Had God andere plannen met hem? Heel zijn leven lag in Gods hand. Maar nou die buiten is, weet hij, ik ben weer vrij. Het werk van God is niet tegen te houden. En dan kom ik bij je derde, het slot. Petrus mag ook weer actief worden. Want wat hier gebeurt, is een antwoord op het gebed. Daar loopt Petrus door de smalle straatjes van Jeruzalem naar het huis van Maria, de moeder van Johannes Marcus. En daar zijn de gemeenteleden bijeen om te bidden. Het geheim van de vrijlating van Petrus is het gebed. Kijk maar naar vers 5. Want dan lees je eerst over de gevangenneming van Petrus. En vervolgens midden in dat vers staat, maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. Dat is het enige wat ze konden doen, bidden. De situatie, deze verdrietige toestand bij God in handen leggen. En God nodigt ons ook uit, ook u en jou, om dat maar te doen. Om God alles wat je op je hart hebt te vertellen. Wij zien misschien geen mogelijkheden meer. Maar God wel. Als wij denken, maar nou is er geen weg verder meer. God kan het overzien. En God kan door dingen heen kijken. En je leest hier dat het gebed verhoord wordt. Overigens, tot eigen verrassing van die gemeenteleden, dat weer wel. Want daar staat Petrus voor de deur. En het dienstmeisje is naar de deur toegegaan en ze is zo verrast dat ze helemaal vergeten om de deur open te doen, terugrent naar de kamer waar iedereen bij elkaar is. En ze zeggen tegen haar, als ze vertelt dat Petrus voor de deur staat, nee, je bent in de war. Je hebt vast zijn engel gezien. Maar als die blijft kloppen, dan gaan ze op een gegeven moment kijken. Ja, en dan kunnen ze niet meer omheen. God wil doen wat voor mensen maar moeilijk te geloven is. Niet altijd wordt ons gebed zo verhoord zoals wij dat misschien zouden willen. Soms is het tijdstip verkeerd. Soms is onze vraag verkeerd. Soms wil God andere dingen geven. Maar als het even kan, wil Hij geven wat we vragen. En daarom is het zo belangrijk om vol te houden. Houd vol. Volhard in het gebed. Ik wil afsluiten door erop te wijzen dat dit wel een heel bijzonder moment is, wat we hebben gelezen vanuit Handelingen 12. En soms gaat het ook anders. Petrus is vrijgekomen, maar Jacobus werd gedood. Eén zwaard was al genoeg om een einde aan zijn leven te maken. En Jacobus verdween van het toneel. Waarom? Dat weten we niet. Maar je kunt al in Marcus 10, vers 39 lezen, dat Jezus daarop wijst en dat hij al aangeeft wat er gebeuren kan. In ieder geval denk ik dat wel duidelijk is dat wij de dingen van ons leven
in Gods handen moeten liggen. En we mogen ook geloven dat God alles kan overzien. En dat Hij weet waar Hij ons wil inzetten. Maar ook wie Hij wil terugtrekken. En wil thuishalen in het vaderhuis in de hemel. Petrus krijgt een nieuwe taak. En zo wordt het gebed van de gemeenteleden beantwoord. Wat een bemoediging zit daarin. Soms wil de Heer onze God ook weten wat er nou echt in ons leeft. Daarom is het zo belangrijk om te volharden. Dat hebben we ook wel eens. Om even een voorbeeld te geven. Jongens, meisjes, misschien ben je een keertje thuisgekomen. En heb je tegen je vader en moeder gezegd. Oh, ik wil zo graag op voetbal. Mag ik alsjeblieft papa en mama op voetbal? Want misschien heb je gehoord van een van de kinderen uit de klas. Hoe leuk het is om te voetballen. Of heb je een leuke wedstrijd op de televisie gezien. En misschien dat we aan je ouders hebben gezegd. Nou, we moeten het nog eventjes zien. Want het zou zomaar kunnen zijn dat je het een week later al helemaal vergeten bent. Nou, zo wil God ook echt weten of het menen. Of we hem en onze naasten in ons leven echt willen dienen. Of dat het is wat we op ons hart hebben. En daarom betekent dit denk ik ook. Dat die gemeenteleden bleven bidden. Het lag echt op hun hart. Dit was echt wat ze hun vader in de hemel wilden voorleggen. Ze wilden bidden voor Petrus en het werk van Gods koning, het werk in Gods koninkrijk. Laat dat toch alsjeblieft doorgaan. En Petrus kwam vrij. En daarom zou ik tegen u en jou willen zeggen, vergeet het contact met God nooit. En het zal je verrassen wat Hij op je gebed wil doen. Hou pin. Houd vol. Amen. Zullen we ook nu met elkaar bidden? Vader in de hemel, het valt ons zwaar om vol te houden. We denken aan al die werkers in de ziekenhuizen en de zorg. We denken aan al die mensen die hun werk moeten aanpassen op school, in het kantoor of in de fabriek. En we denken ook aan al die mensen die niet kunnen werken. We denken ook aan de zieken en mensen die kwetsbaar zijn. Helpen ieder in de eigen situatie. Zegen ons en help ons met uw Heilige Geest. We bidden u ook om uw hulp, om ook te volharden in het gebed. Wilt u ons een goede gebedstijd geven? De komende tijd, in deze komende week. Wilt u onze gemeente bouwen? Groei geven in geloof, hoop en liefde. En overal waar christenen samenkomen in hun handen vouwen. Dat willen we u bidden. In Jezus' naam. Amen. We gaan een nieuwe week tegemoet en we mogen ook nu deze week ingaan onder de zegen van onze God. Wilt u en jij je hart daarvoor open? De genade van onze Heer, Jezus Christus, de liefde van God en de aanwezigheid van de Heilige Geest met u en met jou. Amen. Ik wens u allemaal nog een heel gezegende zondag en een hele mooie en gezegende week.